Ja, deze week op de rollenbank de Suzuki van Koen. Koen, jij vertelde me dat je iets met de Baleno hebt, maar dat moet je me toch even uitleggen. Ja, als student zijn er natuurlijk niet te veel te makken. Dus een klein autootje, licht. Nou, er moet natuurlijk de grootste motor in zitten. Dus ja, vandaar het 1800 modelletje. Ja, toch alweer 2 jaar in aan het rijden. Nou, nog geen gekke dingen gehad. Distributieketting, dus ja, willen mensen nog meer. Ja, en daar zit er 121 pk in om precies te zijn. Ja, dat zeggen de Japanners. Ja, moet het erin zitten? Ja, als er nog een 115 in zit, dan ben ik al tevreden. Nou, we gaan eens kijken. Ik ben benieuwd. Gijsbert, je zei, er is met deze auto wat gerommeld. Nou ja, in principe uiteindelijk, hij doet het wel bovenmatig goed. Dus we hadden al inlaatje, zeg maar, een beetje verbeterd, zeg maar. Een leuke motorkapje iets omhoog, dat wat meer koele lucht doorheen kan. Ja, die mannen hebben dezelfde hobby als jij, denk ik. Ik heb wel een beetje het vermoeden, ja. Ja, het lijkt wel zo. Ze snappen wel hoe het werkt. Ja, maar goed, met goed gevolg dus. Ja, ja, nee, hartstikke leuk. Leuk ding. Leuk gedaan. Echt top vermogen op zich. En koppel, grappig genoeg, blijft een beetje achter. Ten opzichte volgens mij van opgave, maar voor de rest doet hij het perfect. Ja, dus er is heel wat mogelijk met een ongeblazen motor evengoed. Je kan uiteindelijk, met dat werk, kun je met een ongeblazen motor wel uiteindelijk vermogenswinst behalen. Maar om te zeggen van ik zou een ongeblazen motor gewoon met alleen softwarematig een klein beetje aanpassen, dat is 9 van de 10 keer zo weinig, zeg maar. Dat is uiteindelijk dan weer de investering niet waard. Hey Koen, heb je over de loop van de tijd toch al wat aan je auto veranderd? Wat heb je allemaal gedaan? Nou ja, ik heb een stukje kachelbuis van pa gepakt en een stukje plaatmateriaal. Een open filtertje met een grote buisje en... Ja, het uitlaatje is open en dat was het eigenlijk wel. Ja, en dan ben je ook nog flink aan het sleutelen geweest. Ja, net kijken of we nog een pakkaartje meer konden krijgen. Maar dat hebben we nou helaas averechts iets minder. Maar ja, nog 144 pk is boven verwachting. Ja, dus dat komt er wel vrij gemakkelijk uit met het huistuin- en keukenspul. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus koop Japans, dat is altijd goed. Ja.